maatschappelijke problemen bezien vanuit de visie van de religie. Dat was het thema van de mini-conferentie die zondag is gehouden in verband met de viering van de 32e Wereldreligiedag. De activiteit vond plaats in het multicultureel centrum Arya de Waker. De hoofdvraag was: hoe kunnen wij als individuele religieuze organisaties een bijdrage leveren aan de oplossing voor actuele problemen? Er zijn diverse onderwerpen belicht door deskundigen, waaronder armoedebestrijding, het belang van goed onderwijs en geweld binnen het gezin. Op Wereldreligiedag wordt er extra aandacht besteed aan religie als een belangrijk deel van het welbevinden en welzijn van de mens. De diverse zienswijzen leveren ongetwijfeld op hun eigen manier een bijdrage aan de ontwikkeling van het land. En dit zei Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken bij de opening van de conferentie. Want religieuze opvattingen en praktijken kunnen naast de economische, politieke, sociale en culturele dimensies van ontwikkeling relevant worden voor de verschillende visies op het leven. De geschiedenis getuigt dat religie wereldwijd een grote invloed heeft op samenlevingen. Religie is in staat mensen ertoe aan te zetten om geestelijke eigenschappen te ontwikkelen die hen de kracht geven om zich voor een medemens in te zetten en een bijdrage te leveren aan de verbetering en vooruitgang van hun gemeenschap. De vele en verschillende uitdagingen waar onze gemeenschap en de wereld heden ten dagen voor staan op het gebied van onderwijs, huiselijk geweld, gezondheid en gezondheidszorg, onverantwoord gedrag in het verkeer en armoedebestrijding, en dit gaan we ook onderstrepen, nopen ons om terug te grijpen naar de universele geestelijke beginselen die de kern van religie vormen. De bewindsman zei verder dat onder meer armoede een multidisciplinaire aanpak behoeft. Zodoende kan de vicieuze cirkel van armoede op duurzame wijze worden doorbroken, geeft hij aan. Voorwaarden zijn onder andere goed en betaalbaar onderwijs voor kinderen, goede gezondheidszorg, goede huisvesting, goed betaalde banen voor ouders, maar zeker ook een ombuiging naar een attitude tot hard werken en maximale inzet die op den duur moet resulteren in welvaart en welzijn voor allen. Ons allen. Dames en heren, ongetwijfeld kan religie tot hulp dienen bij het tegemoettreden van de vele uitdagingen waar wij als Surinaamse natie voor staan, omdat het een enorme positieve kracht kan inbrengen in de vele vraagstukken van sociale ontwikkeling. De viering van de 32e Wereldreligiedag in Suriname benadrukt dan ook het feit dat persoonlijke geestelijke vervulling en welzijn nauw verbonden zijn met de gemeenschappelijke vooruitgang van onze totale gemeenschap. Minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken. Hij heeft de mini-conferentie geopend die zondag gehouden is in het kader van de viering van de 32e Wereldreligiedag. Het thema was: maatschappelijke problemen bezien vanuit de visie van de religie.